Morning, yoga teacher training dag 21. Het opstaan om 4:30 begint er nu al echt in te hakken. Ik ben zo moe. Ik had je nog niet verteld, maar ik had gisteren weer een discussie met Saji. Mijn ego die kwam naar voren en doordat dat naar voren kwam, realiseerde ik me ineens hoe ernstig je elke dag in illusies denkt. Hallo Saji. Ik denk dat hij weer hoorde dat ik aan het praten was. Maar goed, in ieder geval, de illusies van ik ben dunner dan jij, ik ben dikker dan jij, ik ben mooier dan jij, ik ben lelijker dan jij, ik ben slimmer dan jij, ik ben dommer dan jij. Het is echt constant een vergelijking die allemaal emoties oproept. We worden zo opgevoed. Ons schoolsysteem is zo ingericht. Je ouders, als je broers of zussen hebt, je ouders doen dit ook automatisch. Het wordt zo in je hoofd geramd dat je op een gegeven moment, ja, je zoekt als mens natuurlijk eikpunten om dingen te beoordelen. Maar dit kan gewoon niet goed zijn. Dus ja, het is wel weer echt een goede realisatie van wat voor illusies je ego je voorhoudt. Ik ben vandaag wel een stuk stijver, maar deze lukt nog wel. De bedoeling dat je buik tegen je dij aankomt. En op zich heb ik dat ook wel. Nu moet je dus proberen om je voorhoofd naar je tenen te krijgen. Hier dus. Nee, dat ben ik toch niet. En je merkt echt meteen wanneer je hersenen aan het werk zijn. Meer gedachten is een stijver lichaam. Je moet proberen om zo rustig en ontspannen mogelijk te blijven. En daar helpt de trein aan gedachten gewoon totaal niet aan mee. Ik wil je trouwens iets laten zien. Als je mijn vlogs langer kijkt, dan weet je dat ik een gigantische fan ben van Barking Up the Wrong Tree. En in dit artikel, deze is verschenen op Time, maar ik weet zeker ook dat het op zijn blog staat, vertelt Eric Barker dus hoe je eigenlijk nooit boos wordt. Hij vertelt ook het verhaal van hoe je hormonen, zeg maar hoe je door boos worden. Dat je hormonen door je lichaam beginnen te gieren en dat het allemaal erger wordt. Lalalala. Ik zal het artikel even hieronder linken. Maar yoga gaat dus nog verder. Vertel jezelf helemaal geen verhaal. Adem. Probeer je gedachten leeg te krijgen. Ik ben trouwens niet ziek geworden van het kraanwater. Awesome. Hallo. Dit is de eerste keer dat ik echt een beetje met tegenzin ga. Die middaglecture die begint wel, die begint me wel een beetje tegen te staan. Dat het zo warm is en ik word er zo slaperig van. En het is oprecht echt wel interessant wat hij vertelt, maar het is zo'n marteling om elke keer wakker te blijven op dit tijdstip. Raji heeft net echt een vet goede uitleg over waarom je een trouwring op de vierde vinger draagt. Kijk nou. The second finger or the index finger represents your siblings. The middle finger represents yourself. The fourth finger or the ring finger represents your life partner. And the little finger represents your children. Oké, de duimen kunnen open, want je gaat niet de rest van je leven met je ouders wonen. Nou, hetzelfde geldt ook voor je wijsvinger, want je gaat niet de rest van je leven met je broers of zussen wonen. We'll have to lead their own separate lives. Now join the index fingers and separate your little fingers, which representing your children. Oh, de kleine vingers die staan voor je kinderen. En daar ga je dus ook niet de rest van je leven mee samenwonen. Kijk nou. Probeer dit even. Ik heb net ook geprobeerd. Je kan ze echt niet uit elkaar halen. Luna en Roberto zijn hun nieuwe circus act aan het oefenen. Kijk hoe cool. Dit is eigenlijk partner yoga hoor, maar het ziet er wel circuswaardig uit, toch? Ik moet trouwens lesgeven. En er zijn vet veel mensen. Normaal zijn we maar met z'n vieren in de middag. De joy. Saji heeft toch besloten om zelf de klas te geven. I don't mind, ik had eerst zeg maar relaxation gedaan. En toen zei hij, ik doe hem wel, want er zijn best wel veel mensen en het zijn ook allemaal beginners. Check Luna. Yo, als je ooit een klasje van haar kan volgen, moet je dat echt doen. Ze is echt awesome. Yay,
de was is weer gedaan. Dit zijn letterlijk al mijn kleren, dus ik ben altijd heel blij als de was gedaan is. Hopelijk lukt het morgen wel om weer les te geven. Omdat die man meisjes misbruikte en betrokken was bij de maffia en zo. Ja, met risico voor eigen leven heeft hij toch dat verhaal geschreven. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Welterusten en tot morgen.